maken gewoon een deal, weet je. Alles kan en mag hier. Het enige wat altijd vragen aan de boys. Dit geeft flashbacks. Oh! Hey all, what's up? Iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Kijk, zo mag ik het horen. Hey Bo. Bo, jij kan niks zeggen, maar je kan wel blaffen. Bo, wat blaf is? Oh, die wilde gewoon vreten. Ze had de positie ingenomen om te blaffen, dacht ik, maar ze wil gewoon chaps. We hebben hier een rode auto en zometeen hebben we heel veel rode bekers. Jetzt geht los. Hoppa, we willen in mijn auto. Ik ben helemaal druk, jongen. Ja, verschrikkelijk. Ik al... Weet jij keer hoe het is, jongen? Nee, het enige wat ik vervelend vind is dat vind ik echt kut. Don heeft een soort tik dat hij al, denk nu een maand lang, elke keer laat hij dan... Oké, best, neem even dit momentje om mij af te zeiken. Oké, nu begint het hoor. Don heeft denk ik al een maand lang een tik als je niet aan het opletten bent dat hij keihard gewoon zo doet. En je schrikt je elke keer helemaal de tyfus. En het gaat maar door, misschien wel tot... 100 keer op een dag. En het is verschrikkelijk, het is kut. Ik word chagrijnig van. Daarom denk ik ook als ik in de sportschool sta dat jij het bent die aan het klappen is, dan ga ik nog harder. Maar ik wil best een belofte maken. Als jij een keer gewoon je spullen opruimt in huis, dan zou ik stoppen met klappen. Is goed. Maar niet, jij zegt als jij nou eens een keer alsof ik het nooit doe. Zo laat je het nu overkomen en dat is echt onzin. Nou ja, als je één keer per week een beetje helpt met opruimen, terwijl wij elke dag meerdere keren dat doen, dan is het best... Hij voelt zich aangevallen, jongen! Dat is het niet, want ik ga er echt wel vaker op. Het zijn de kleine dingen, bijvoorbeeld dat een broek op de overloop lag die ik had gezegd dat ik die... Oké, mijn fout, die ik had gezegd ja. Dat ik erin zou doen. En je jassen, je lege pakjes peuken, je gooi schoenen. Ik gewoon allemaal weg, hoor. Wanneer heb je de laatste tijd heb je mijn pakjes peuken op tafel zien liggen? Waar ga je zo in de verdediging dan? Ik heb er 3 dagen geleden nog 5 weggegooid of zo. Daarom! Het kan niet! Rij dan. Gast, je moet niet zo af, jongen. Gewoon een boos mannetje geworden. Ja. We maken gewoon een deal, weet je. Alles kan en mag hier. Het enige wat ik altijd vraag aan de boys, is dat ik zal nooit ergens me vragen. Alleen als iedereen, we leven met z'n allen, als een beetje schoonhouden met z'n allen, dan is het best. Dan zou ik stoppen met klappen. We hebben een deal. Mooi. Dan begin ik per direct. Met stoppen van het klappen, dan begin jij per direct. Ja, dat zeg je elke fucking dag. Dus we hebben 1 keer om af te leren. Nee. Met z'n allen. Allemaal 1 keer. Wie kan de beste, jongen? Ja, jij. Oh, die was een piep. Die sloeg gewoon dof. Die was hol. En ik ben bol. Oké, zullen we gaan? Ja, zullen we gaan. Jongens, the number of the beast. Helemaal aan, ik kom voor hem. Zo, hier staat een kanon, jongen. Kijk. Vaticaan.nl. Oh nee, Mees. Mees. The devil is alive. Heerlijk, jongen, Leiden. Ja. Heerlijk, het is zo'n lekkere stad. Heerlijk, hè? Heerlijk, lekker rustig vandaag. Wat zie je, Mees? Die ken ik. Dat is de vriendin van Noah Zeel. Nou, Kelly, doe even de groetjes, Mees. Hey. Ja, ik bedoel... Ik even nog groetjes dan. Ja, naar de poster. Kip, oh, never stop the grind, never stop the grind, never stop the grind. Kom op, Mees. Nog één rap, nog eentje. Het zit er niet meer in, nee. Goed zo, altijd tot de max. Mees, wil jij deze niet hebben? Alleen ja, het maakt geen verschil, ijs is ijs. Ik voel me er ook niet beter door of zo als ik het. Je hebt hier zoveel hebben dingetje. Ding is echt handig, een maatje van mij heeft dat. Mouse traps. Hey, stel je voor, het is een beetje donker in huis en iemand ligt op de bank met dit ding te slapen, jongen. Schijk in je broek. Dit geeft flashbacks. Hoe heet zo'n ding ook alweer? Een eurospaarbuis. Een spaarbuis? Het heeft er niet een echte naam? Ik heb dit nog nooit gezien. Ik mocht die van mijn ouders. En deden ze af en toe, als ik zelf een centje of zo, en deden ze af en toe er ook iets in. Was ik helemaal blij. En uiteindelijk zat hij vol, maar dat valt mee, want je kan hier... Maar dat staat hier niet op, maar je hebt normaal van die randen erop, zo kan je zien hoe ver je bent met sparen. Ja. Als je bijvoorbeeld alleen maar 50 centjes erin of een euro's, moet je wel dezelfde natuurlijk munteenheid erin doen. Als je dit voelt met 2 euro'tjes heb je 738 euro. Oh, wat ziek. Deze heeft het gewoon bovenaan staan, maar die andere had het zo per gedeeld. Ja. Oké, okay, zullen we met die refcups regelen? Ja, nou, die staan hier. Ik wil dit, ja. Nee, ook had gebeld, dus die konden achterleggen. Ja, dit pik je als een bieropener. Maar hier ligt ze toch? Nee, maar ze hebben ze achter neergelegd. Hier, jongen, pats!
Lekker vibe hier zo. Jongens, goed nieuws van Dennis. Dat maakt me helemaal blij. En het kan al niet beter, want de dag is lekker. De zon schijnt. Weet je wat er eindelijk binnen is? De roosters voor deze kant. En voor deze kant. Helemaal super. Ja, ze hoorden al binnen te zijn, maar ze waren niet meegekomen met de zending of zo. Maar eindelijk, en dan is die weer helemaal compleet. En dan kan eindelijk mijn brein niet meer die nutteloze error hebben. Want je hebt er niks aan. Maar mijn hoofd denkt dan, we hebben er 6 maanden aan gewerkt. En dan zijn die dingen eraf gewaaid. Of gestolen, dat weten we natuurlijk nog steeds niet. Maar daar moet compleet zijn, dus hij is dan nu weer compleet. Dennis appte me, joh, je kan langskomen wanneer je wil. Want ze zijn binnen, het is helemaal super. Ja, het slaat helemaal nergens op natuurlijk, maar toch. Ik ben druk vandaag, dat is niet normaal. Wat een prutser eigenlijk ook, hoor. Wat? Je hebt lekkage bij je fonteintje, van je meubeltje in je gym. Oh. In je wc schoonmaken. In je gym? Dat is het Nederlandse woord. Gym. Kijk. Boom. Oh, heb ik lekkage? Ja. Hier zie je dat er constant water wegstroomt. Kalk allemaal, ja. Dus ik heb het. Kijk eens hier, het komt er zo uit. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar. Hoppa. Ja. Ja, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed, nee. Waar komt dat nou vandaan dan? Maar hij staat ook van de muur af, zie ik nu. Dat deed hij eerst ook niet. Wat? Nou, kijk eens, dit had hij niet. Nee, je spleet. Oh ja. Dat is niet. Maar het komt niet hier bij de kraan vandaan. Nou kijk, ik zet hem aan. Doe je hand zeg voor de schaduw? Ja, kijk. Je ziet hier namelijk niet. Je ziet hier geen kalkaanslag of oude druppels. Maar die zie je wel hier zo. Kijk dan. Zie je helemaal gaan. Het is gewoon nat. Dus misschien is het hoe heet dat ook alweer? Een siflo? Nee, een sifon? Hoe heet dat nou? Ik weet het niet al. Je ziet het zo lopen. Oh, het druipt gewoon nu. Niet de ding nu dicht doen, hè? Het ziet zo lullig uit dit. Hier komt het echt onderuit. Dus het zijn de leidingen dom achter je tegel. Dat maakt het nog erger. Oh, dat wordt een heel klusje dan. Ja. Zo, dat wordt een klus voor die gasten weer. Dan kan die hele muur opnieuw getegeld worden of niet? Of kunnen ze dat plaatselijk per tegeltje verwijderen? Nou, dat is niet goed. Ja, ik ga het even laten weten. En dan zetten we ze er weer op. Nou, Okke, welke beker is nou voor jou? Mag ik even je cup, maat? Nee. Oh. Oké, Okke, gaan we zorgen voor een heel satisfying momentje. We gaan de deur dicht metselen en dan vol met de woonwiel er doorheen. Okay, jongens. We zijn ver aan het komen. Kijk hoe satisfying dit eruit ziet. Maar dit is wel een beetje scheef allemaal. Maar dat kan niet anders, anders komen we niet uit. Ja. Dus in het midden ziet het heel satisfying uit, vooral dit gedeelte zo. Maar ja, kijk, je ziet dat we steeds meer gaan struggelen hier met het opbouwen. Waar is die hond? Maar is die hond bij jou? Ja, die is hier bij mij. Oké, want als Bobo er doorheen rent, jongen, dan is alles voor niks geweest. Wie zie ik daar? Ja, dat is gevaar. Bobo? Het is echt iets voor een hond om dan gewoon aan te komen lopen. Die gaat die wilde tegenaan snuffelen en dan valt er heen en dan rent ze gewoon een cartoon momentje. Zou je boos worden als ik er nu doorheen ren? Jij? Ja. Nou, ik zou dan denken dat is ook zonde van je eigen werk. Hey, we doen maar een klein stukje. Ook heb een hurricane. Ja. Moet ik ook even een crush hebben, maar. Ik heb dit nog. Of heb jij nog? Ook zoiets? Ja. Iets meer, denk ik? Ja, iets meer. Heel voorzichtig. 1 bij 1. Net als de piramides. 1 bij 1 baal. Dat lukt ook zo, man. Voor mijn gevoel. Ja. Oh, zo maar. Denk je, dus zo. Hier niet, tot en met het midden loopt hij recht. Hier gaat hij naar voren leunen. Dus we gaan het plafond wel redden, denk ik. Ja. Of net dan niet. Dan gaan we Johan het zien. Qua bekers hebben we genoeg, maar qua stabiliteit denk ik niet. Voelt een beetje als Jenga, maar dan andersom. Met je mondbouw. Oh! Ik deed het recht, raak ik het recht niet aan. Nee, we allebei niet. Nee. Hij is gewoon niet stabiel. Terug naar de tekentafel, jongen. Ah, jammer. Maar we waren wel hoog, hè? We kwamen echt tot hier of zo. Ja, goh, en nu liggen ze allemaal verspreid ook nog. Ben je nog langer bezig, want nu is het zo, weet je wel? Ja. Ja, dan gaan we weer. Ha ha!
Dit is echt een frustratie, maar... Nou ook, volgende keer beker. Wat we ook kunnen doen, is hem gewoon hier maken. Ja. Zo. Ja. En dat wordt dan onze nieuwe poging. Dat vind ik een hele goeie. Oké, okay, toch maar in een punt gebouwd. De laatste aan jou ook. Prachtig, en hij is af. Oké, okay, we hebben dus hetzelfde probleem hier gehad natuurlijk, superdom. Dat als je hier die cups ook wil zetten, ook, dan krijg je natuurlijk hetzelfde effect als dat ze, kijk, zo gaan staan. En dat wil je gewoon niet, want dan gaat hij weer omvallen. Dus we kunnen niet iets dichtmetselen, want dan hebben we de maat komt daar niet voor uit. Dus dan zou dit precies de afmeting moeten zijn van het x-aantal bekertjes dat ertussen past. Maar als je dan gaat opbouwen en gaat steeds meer, dan past dat alsnog niet. Nee. Het is natuurlijk ook rond en niet vierkant, die bekers. Nou ja, ik werk niet in de bouw en dat is maar beter ook. Maar de bekers die we nu over hebben, als we uitrekenen hoeveel we dan moeten beginnen, zo hier, kan je hier een veel hogere maken natuurlijk. Dat wel, dan kan je hier een heel hoog punt maken. Die redt misschien wel het plafond. Want we hebben wel serieus veel bekers over. Maar laten we eerst even een satisfying momentje pakken met de one wheel. Nee, ik voel helemaal niks. Ik moest heel hard afremmen, anders voel ik niet meer natuurlijk. Ging wat snel. Ja. Maar het is gelukt. Moet een groter maken. Moet een groter, ja. Ik ben zeker niet voldaan namelijk. Nee, jou kennen het niet, nee. Ja, dankjewel. Jij bent nooit voldaan. Nee, alleen niet als maak. Ik drie kapsels achter elkaar opeet. Ja. Dan kan ik zeggen, ik zit aardig voldaan. Oké, we gaan eens kijken of we nu... echt een megatoren kunnen maken. Oh, het ziet er heel lekker uit als je dit snel filmt zo. Heel spacey. Oké. Had je dat net uitgevonden? Ja, ik voel het gewoon zo. Ik stond te wachten, denk ik. Oké. Ja, stonden bij mij dan als hij met mijn stapel beker dan. Oké, eens even kijken wat we ervan kunnen maken als we alle bekers gebruiken. Let's get los! Hij staat. Kijk hoe groot hij is. Maar hij leunt. Kijk, hij leunt. Hij leunt weer naar voren. Kijk maar, als je goed kijkt van de zijkant, zie je dat die beetje zo. Zo lijkt het net of ze allemaal recht op elkaar staat als je een beetje gek kijkt. Ja. Oh, Bobo, jij blijft zeker daar, lieverd. Shit, wat lekker. Oh! Oh. Oh. 3, 2, 1. Oh. Het voelde best wel eng, man. Ja? Ja, maar ik ga dwars in die schuiven. Je denkt dat je ergens overheen rijdt. Was satisfying? Je was fucking satisfying, ouwe. Dit keer voelde het wel lekker, want het echt helemaal over ja. Oh, wat lekker. Dat is precies het. Zie je het gelijk weg? Hoe doe je dat? Hey!
Dank je. Oké, het is zo satisfying. Nog één keertje. En dit keer met een shot van voren. Dan gaan we weer. Tijd voor een nieuwe timelapse. Zenuwslopend ook. Ik heb het hele gevoel dat hij omvalt. Netjes. We hebben hem weer. Kijk, hij is nu veel rechter. Behalve bovenin. Kijk, recht. Is hier... Kijk, daar gaat hij scheef. Jij ging er natuurlijk doorheen, hoor. Nee, jij mag het doen. En jij gaat het doen. Dat vind ik zo spannend. Ja, vind je het spannend? Ja. Jij mag het doen dit keer, hoor. Ja, twee klauwtjes. Ja, ik voel het aan de camera. Heb je in het water laten vallen? Ja. Ja, hij is pas. Spat water dicht. Zo, vastpas? Wat was dat dan? Helemaal niet. Vastpas. Oké, hoor, let's go. Dat was spannend, hoor. Je kan het gewoon vol gas bukken, heel laag. Let's go! Oh, wat satisfying. Holy shit. Maar er blijven twee exact dezelfde... Oh nee, ze zijn net anders. Let's go! Oh, wat satisfying. Hij lukte wel. Ja, nou. Het ziet er heel lekker uit, man. Alsof je een hap eruit neemt. Ja. Dus je gaat zo, gewoon je hapt. Ja, ja, ik ging precies door het midden ook volgens mij. Het is gewoon lekker om naar te kijken. Ja, ja, je ging inderdaad precies door het midden, man. Ja. Ja, lekker. Ja, top. Nou, bierpongen. Ja, lekker. Overal voor het bieren zit, zeg je toch ja tegen. Ja, joh. Allemaal vullen met bier. Behalve de barbier, die skip je nog wel eens. Ja, die skip ik nog wel eens. Ja. Focus! Jongens, vandaag is het zover. Het is 13 februari, we zijn gelanceerd in de Albert Heijn met de Forest Fruit voor een euro. En het is tijd om een promotie op te nemen. Dus dat gaan jullie zien in het volgende shot. Of niet ook? Yeah! Yo, Jesse! Is het helemaal uitverkocht? Ja, maar niet alleen hier. Bij heel veel filialen. Geweldig. Gaat lekker. Dat is een goede start gemaakt, ja, jongen. Hier is de second placement. De hierste? Second placement, zo noem ik. Oh ja. Ja, die zijn ook nu een eurotje, jongens. De Tropical. Maar hier geen Forest Fruit. Die is uitverkocht. Kan ons begeleiden naar waar het zou staan, meneer? Ja, zeker. Het zou hier staan. Maar ja. Empty. Oh, daar? Ja. Kijk, hier staat het ook. Oh ja, even kijken. De Forest Fruit. Zelfs het zo lekker als je s'avonds bij de supermarkt komt. Is er alles gespiegeld, alles vol? Ja. Heerlijk, man. Kijk nou, hoe satisfying het is. Terwijl, stel je voor, je bent een mens in de natuur. Gewoon een oermens, hè? En je zou dit zien. Dan zie je al die felle kleuren, denk je, wegwezen. Ja. Wat zou je dan denken? Wegwezen. Dan denk je echt wegwezen. Als je gereïncarneerd wordt in de Albert Heijn, wat de fuck denk je dan? Ja, dan weet je echt niet waar je bent. Nee. Maar hoe primair ben je dan? We hebben de oermens, toch? Ja, maar hoe primitief ben je? Wel dat je gewoon kan praten, jagers en verzamelaars? Ja, praten jagers, we echt god... Jagers en verzamelaars. Ja, dat is heel heftig. Heel heftig. Maar ook gewoon het TL-licht, je wordt helemaal gek. Ja, je krijgt zoveel prikkels. Ja. Bestaat dit? Ik denk dat je een hartaanval krijgt. Denk toch, hè? Ik, als jij nog nooit van de winkel hebt gehoord. Jij in een tent woont en je jaagt op een hert. En opeens kom je hier. Ja, daar voel je wel opgejaagd. Ja. Ja, jongens, we mogen jullie echt weer bedanken. Want ook alle positieve reacties van alle smaken zijn het ook, denk ik, tot nu toe wel echt veruit. Ook de beste reacties en de leukste reacties. En van alles heel positief en zo. En om te zien dat het al zo hard gaat, ook in de webshop, zijn we eigenlijk geschrokken van hoe hard het ging. Dus ja, bedankt voor de support gewoon op Focus. En we hopen te blijven verbeteren en dat vol te houden. Om jullie gewoon een lekker drankje aan te bieden. En dat zonder te veel suikers en calorieën. Of in dit geval, de no sugar, weet je. Wel grappig om te zien dat, kijk, het is ook wel leuk dat ze dat er gewoon bij zetten hier. De zero erachter. Ja. Ja, en deze is dan, daar zit nog wel iets van suiker in natuurlijk. Focus. Hey meneer, het was toch uitverkocht? Ja, ik heb net een nieuw uit het schap gehaald, joh. Maar welk schap? Ja, kom maar mee. Nee, geen zin op te lopen. Oké, we gaan lekker opnemen. We moeten hier zo
even wat focusjes neerzetten. Waarom moeten we dit hier neerzetten? Omdat het uitverkocht is. Precies. Zet het maar neer, gewoon in de boodschap. Ik vroeg aan die automonteur, ik zeg, weet jij waar mijn lampen liggen? Ja, ik moet even kijken of die achter ligt. Die is eigenlijk heel leuk. Yeah. Hey Roy, ik ga even dansen met deze dingen. Een Gorio. Hey Roy, jij wilde toch vis hebben? Ik hoorde iemand zeggen, hij wilde zalm. Alles van het synthetisch spul die nat wordt. Jawel, wordt wel nat. Hoe gaan we dit doen? Doe een beetje op band, dan wrijf ik het wel uit. Het gaat gelijk weg. Het moet wel realistisch lijken. Maar ja, wacht, het moet wel... Wat gaan we dit doen? Je moet echt zo'n realistische rand maken, weet je wel. Ah, baby. Wil je ook werken bij Valkstrink? En nog aanraken? Ja, levendig. Het kan. Ja. Lijkt het echt? Nee. Het moet wel een beetje, het moet zo vanaf je nek, weet je, want het komt uit je nek als je gewoon lekker aan het hardlopen bent of je bent boos. En we gaan dus nu een scène... Oh, het gaat mijn onderbroek in. We gaan nu een scène opnemen dat, soort van als ik Roy zie, dan breekt de paniek uit. Want altijd als we een promo opnemen, dan breekt de paniek uit als Roy er is. Ook in de echt hoor, maar dat zeg ik liever niet als die deur. Nou, ja, is jouw vader, heet jouw paniek? Ha, ah, allemaal mondenbroek in. Hij hoort het niet. Moeten mijn oksels nog? Lek. En mijn rug? Gaan we ook shots van achter opnemen? Nee. Nee. Ik zou misschien wel je oksels doen, dat je zit, dat je dan zo'n flesje moet pakken. Ja, een flesje bij, want dat is gewoon zeiknat onder. Zie je wel lekker goed in blauw. Ja. Zou ik het er tegenaan gooien? Nee, dat wordt die grond zeiknat. Veen! Ik had het gewoon echt zo gedaan. Ja, dat wilde ik, maar dat wordt even... Ja, we hebben toch een doekje trouwens. Ja, dan ga je het sowieso ook in mijn bakkers. Ah! Oh! Alles gewoon in mijn reet gewoon. Maar het is wel nat. Ja. Is een beetje. Oh, mijn schoenen in ook. Mijn hele broek. Het is echt zei... Oh, het zo langs mijn reet zo. Hetzelfde, maar anders droog het op. Oh! Oh! Oh. Ik ben helemaal de weg kwijt, ik zweet het niet meer. Dweilen. Nou, dit is niet zo heel erg, maar dat idee dat het allemaal in je, tussen je reet stroomt. Je gezicht nog even nat maken. Je hele bek moet ook nat zijn. Actie. Heel goed. Hey Roy, ik wilde zo graag een auto kopen, maar ik durfde het niet te wagen. Ik durfde het niet te wagen. Dat is leuk. En actie. Ga maar zeggen. Ja, jij! Kijk hem met die zweetplekken. Ja. Het is wel. Dit keer doe je normaal! De deur is echt kut. En actie. Hey! Jij! Dit! Roy gaat gelijk lachen. Probeer gewoon te denken aan iets wat je dood en diep agressief maakt. En actie. Ja, jij! Dit keer doe je normaal! Hé, hey Roy, wat doe jij voor beroep? Ik spaar lampen. Ik spaar lampen. Maar moet ik nog wat doen? Dan moet ik gewoon blijven staan. Nee, je blijft staan. Oké. Maakt het niet makkelijk. Hoe kunnen wij dit eigenlijk? Ja, nou, tot nu toe lukken dat die heel goed. Ja, hij is uitgelaten! Oh god. Ja, hij is uitgelaten! Dat kan niet zijn, jij! Nee! Mensen daar, nu. Gast, ik kom gewoon de voorspoed halen. Wat, ik had het niet! Zie alleen maar dit toch in mijn hoofd van mij. Oké, komt ie. En ja. Actie. Maar je komt gewoon een nieuwe voorspoed halen, zonder calorieën en suikers. Nee, dat blijft staan. Nee! Ik kent het niet mee! Hey Roy, op welke app staat de tijd nooit stil? Op TikTok. Ja, dat is leuk. Oké, jongens, ik weet niet wat we precies allemaal gefilmd hebben. Ook bedankt voor het af te filmen. Maar dit is een beetje het idee zo. Het zijn allemaal random shots, die worden natuurlijk aan elkaar geplakt. En Jesse gaat er wat van maken, die kan je waarschijnlijk checken. Nou, is een story aan het maken. Hey, Jesse, jij gaat dit editen en dit komt sowieso op Focusdrink? Zeker. En komt op Roy's kanaal ook? Ja. Oké, nou dan weten jullie waar we kunnen checken. Ja, bro. Leuk weer, hè? Hey. Ja, ik zal lachen even. Lachen? Ja, altijd even lachen. Moet je niet zo'n ding hebben voor je auto? Voor een Jaguar. Ja. Oké. Ja, ik heb er meerdere nodig. Ik heb er drie nodig. Drie? Dat is gewoon altijd binnen een dag kapot.
Ja, dat is wel typisch voor Don, ja. Dan wil ik mijn telefoon erin klikken en dan... Oh, de geit is al bijna! Ja, kijk, dit is me een keer overkomen. Oh. Bizar, hè? Ja, ik, mijn telefoon heb ik van de week laten vallen op een gewicht, met een gewicht in mijn gym. Moet je die eens zien. Maar ik weet niet waar die is nu. Ik heb hem al nieuw besteld. Met een choke en zo. Ja? Ja. Ik kon het echt niet hebben, ik kan het echt niet hebben. Ja? Ik heb zo'n Don-telefoon. Even hier, kijk. Naar boven zo komen en alleen lachen. En voor de TikTok. Ja. Dames en heren, voorzitter in de Albert Heijn. Deze... Dames en heren, deze week voorzitter in de Albert Heijn. De eerste week ook nog eens 99 cent. Hey Roy, in welke stad hebben ze allemaal pijn als ze ontbijtkoek eten? In Pijnenburg. Oké, dames en heren, dat is dan. Morgen gaan we weer aan de slag met de RS6. Want er zijn bepaalde onderdelen die natuurlijk niet compleet waren op de auto. Die gaan er weer op. En tijd om misschien nog wat catches in te bouwen. Dus wees er morgen om 5 uur bij. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later, toppers.